ga ik samen met de gemeente de hoge drukspuitgaten dan over. Oké. En dan moet er nog sedum komen. Maar ja, dat mag de gemeente doen. Dat is niet mijn werk per se. En, maar dan wordt hij helemaal groen? Of, Nee, de omtrek. Kijk, zorg het hier de omtrek, oké. Ja, dit is gesponsord. We krijgen nog een partij van een andere sponsor. En dan moet hij nog gekeurd worden. Dus dan wordt de vraag van, moeten alle hoeken dicht? Of moeten de hoeken afgeslepen worden? Veiligheidskeuring. Ja, ja, ja. Het is niet verplicht, maar ik heb het gevraagd om toch wat zekerder te zijn tegen aansprakelijkheidsproblemen. Toen je bij ons in de uitzending was al van, het wordt geen speelobject vanwege aansprakelijkheden. Nee. Maar je kunt kinderen niet verbieden om erop te klimmen. Nee, hij ligt naast het speelterrein. Het nodigt heel erg uit om er wel op te spelen. Kijk, zou die in het Noordpark liggen, dan zou ik zeggen van prima. Maar dit is een andere omstandigheid. Ja. Maar goed, er zitten overal ruimtes onder. Soms echt grote ruimtes. Er zitten allerlei spullen in verwerkt. Onder andere snoeiafval, takken, zelfs een boomstronkje. Ik heb oude haardblokken uit mijn tuin die al vol insecten zitten erin gestopt. En zand heb ik hier ingestort. Dus dit wordt misschien een mierenkolonie. Ik heb geen idee. Het is allemaal afwachten wat er gebeurt uiteindelijk. Misschien gebeurt er helemaal niks. En ik bedacht vanmorgen dat ik ga er ook een tijdcapsuletje in stoppen. Ergens onderin. Je weet, het ding kan misschien over 5 jaar weg zijn, maar hij kan er ook 30 jaar liggen. En iemand gaat hem ooit sloven. Dan, nou, dan is dat wel een grapje dat er dan iets dat er dan even weer van het ontstaan tevoorschijn komt. Een stukje historie. Ja, ja. Nee, dus ik ben nu hier de laatste stukken van die ribben moet ik nog maken. Wat wel een heel grappig detail is, al die stenen komen uit mijn tuin, hè? Niet meer en niet minder. En moet je voor de grap eens even kijken wat er over is. Ja. Het is gewoon op maat en dat is toeval, maar dat zijn wel grappige dingen. Kijk, je kunt hier een beetje zien ook wat er aan de holte in zit nog. Hier zitten trouwens twee gesloten ruimtes voor hommels, aardhommels onder andere. Verbonden met een tuinslangetje. De rest is helemaal dicht, dus die kruipen hierin, zitten takjes in en dan kunnen ze hun eitjes op wegleggen. Oh, heel fijn. Ja. Ja. Dan kijkt zo'n gek al een beetje vriendelijk. Nou, deze gaan doen ze. En het idee is ook wel dat hij eigenlijk met een schuin oog naar de glijbaan kijkt. En het idee is ook dat ik heb er een kinderverhaal bij over het ontstaan. Het is trouwens grappig, want laatst die mannen die de fundering gelegd hebben, vertelde ik dat verhaal. En kennelijk kwam het zo serieus over dat ze in gekke Slowakije vroeger in dat gebied woonden, 100.000 jaar geleden, tussen de dinosaurussen. Toen was ik klaar met mijn verhaal en toen vroeg die ene van, hij zegt, serieus, hoe oud werden die dingen in het echt? Nou, prachtig. Volwassen man. Ja. Leuk. Nee, dus de grap is ook, als hier bijvoorbeeld rondleidingen komen, misschien een stukje educatie voor schoolklassen. Dan ga ik op het eind wel zeggen van, als je van de glijbaan gaat, kijk een beetje uit, want heel af en toe wordt hij wakker. En dan heeft hij ongelooflijke honger. Nou, daarom woest hij ook een beetje naar die kant. Ja. Nee, hier zitten ook allemaal ruimtes onder. Hè. Dit is een soort holle grotwoning, deze kleintjes ook. Maar ook zo'n tegel als dit, aan 6 hoeken, zitten daar ingangetjes naar een binnenruimte. Het grappige was, vorige week vond ik daar een slak en die zette ik ergens hier in de buurt. Nou, die ging rechtstreeks, dacht hij van, ik marcheer naar binnen. Ja. Nou, hier heb je een beetje een beeld van de binnenzijde. En die ontstaat allemaal bij toeval. Hè? Dus hier zitten grote holle ruimtes, daar ligt wat snoeiafval in. Ja. Er zitten ongeveer 3 kubieke meter tegels en stenen in totaal. Zo hé. Ja. En ook zo onder die ogen zitten ook nog holle ruimtes? Ja. Alleen dat stuk is door iemand van de gemeente gemetseld en prima gedaan. Maar ik bedacht me net van, ik moet even met een steenboor wat gaten weer in die mortel boren, dat het ook toegankelijk is. Het is nu afgesloten. Ja. Kijk, en ook deze is hol, hè. Zie je hier weer een openingetje? Ja. Nou ja, wat mijn zin heeft, kan erin kruipen. Ja. Veldmuisjes, kikkers, padden, slakken, insecten, torretjes, kevertjes, mieren.
Ik heb al één mier gesignaleerd bovenop. En dan krijgen we straks jonge ouders die gaan roepen, oeh, eng. Was net wel een voorbijganger die vond de muizen toch wel ongedierte. Ja. Nou, dan heb je een beeld, ja. Ja, maar dat is toch een prachtig mooi samengaan van een leuk kunstwerk en natuur. Ja, en kinderspeelomgeving. Ja. Ja. Ik heb natuurlijk voor die gekko ook gekozen. Ja, dat is een fantasierijk beest. Ja. Ja, kun je van die mooie poten maken. Kijk, die rond is niet zo interessant op zich qua vorm, maar die ogen, die staart en die poten.